Politieke partijen woedend over Solaris Delta Topman. Het is vrijdag 5 februari. Dit is Zeeland Nu. Loonsverhoging moet worden teruggedraaid. Grensoverschrijdende rampoefening bij Doel. En wie wint er een medaille voor Zeeland? Dag dames en heren. Woedende reacties vandaag in Provinciale Staten over de loonsverhoging van directeur Arnoud Kamerbeek van Delta. Meer dan een ton kreeg je vorig jaar bij, juist in een tijd dat energiebedrijf Delta in moeilijkheden verkeert. En de provincie meedenkt over een reddingsplan voor het bedrijf. Hoe haal je het in je hoofd? Een salaris van 3 keer het bedrag van wetnormering topinkomens. Dat het voor de samenwerking die zo hard nodig is, van belang is dat wij als aandeelhouders de eigen rol en de positie van het bestuur van de vennootschap respecteren, dat heb ik eerder ook in de commissie al bepleit. Dat dat heel moeilijk wordt om met mensen samen te werken die zich zo weinig gelegen laten liggen aan wat zij kennelijk al wisten over onze opvattingen in zaken beloningsbeleid, dat lijkt me evident. Dat is gewoon een hele slechte zaak. Een bedrijf dat vecht voor zijn bestaan, voor overleven, zou niet één werknemer en ook niet de hoogste in rang zo extra moeten willen belonen. Onze fractie doet een moreel beroep op de Raad van Commissarissen en de directie om deze salarisverhoging te heroverwegen. Het zou hen sieren en getuigen van moraliteit. Iedereen weet hoe de SP over dit soort idioot hoge salarissen denkt. Dan schoffeer je dus je strijdmakkers. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, boze reacties dus. Bij het provinciehuis staat Ariane Lafort. Ariane, ja, keiharde kritiek hè, vandaag. Ja, keihard. Dit moet teruggedraaid worden. Dit kun je niet maken. Een motie van Partij van de Arbeid en CDA met die strekking is in de hele staat door alle politieke partijen aangenomen. En met die opdracht dat ze dit onaanvaardbaar vinden, gaat verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schoenknecht, die Delta in haar portefeuille heeft, naar de Raad van Commissarissen toe. Want die beslist over het salaris van de Delta-directeur, niet de aandeelhouders. Maar toch, er komt een heel krachtig signaal dat mensen dit niet aanvaardbaar vinden. Want de gedeputeerde Carla Schoenknecht meldde ook nog dat aanstaande woensdag alle aandeelhouders van Delta, en dat is dus de provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten, en nog wat kleine aandeelhouders, dat die woensdag bij elkaar komen om samen te komen tot een heel krachtig signaal richting Delta dat ze dit absoluut niet willen. Deze week lekte die salarisverhoging uit op wel een heel ongelukkig moment. Ja, inderdaad, een heel ongelukkig moment, zeker vandaag, want inderdaad, Delta wankelt, zeiden de politieke partijen hier vandaag in de Statenzaal. Delta is op dit moment bezig met het schrijven van een strategisch masterplan, een toekomstplan. Want ja, nu de splitsing een feit is, zal ook de noodlijdende energietak op eigen benen moeten gaan staan. En dat is heel moeilijk, want die tak die leidt nu al behoorlijk verlies in een hele moeilijke energiemarkt, die er beslist niet makkelijker op gaat worden. Die moet dus op eigen benen gaan staan en ja, niks doen betekent faillissement. Verkoop kan eigenlijk ook niet, want dan krijg je er een hele slechte prijs voor. Dus de enige mogelijkheid is eigenlijk een doorstart met een kapitaalinjectie van zo'n 200 miljoen euro. Dan moet Delta een lening gaan afsluiten en dan zouden daar de aandeelhouders borg voor moeten gaan staan. En dus ook risico moeten lopen. En ja, dan inderdaad al met zo'n bericht over zo'n salarisverhoging is dat allemaal heel wrang. Nou, vandaag merkten we dat de meeste politieke partijen inderdaad wel bereid zijn om dan borg te gaan staan, maar wel tegen hele strenge voorwaarden. Delta, het nieuwe hoofdpijndossier voor de provincie. Als we overgaan tot een borgstelling, dat alleen in het uiterste geval moet, als alle andere wegen doodlopen. En als die borgstelling aan de orde is, dan moet die ook met een uiterste krachtinspanning zo minimaal mogelijk blijven. Herfinanciering onderzoeken, prima. Een oplossing zoeken voor de kerncentrale, echt heel hard nodig. Doen we niks, dan weten we zeker dat er verkocht moet gaan worden. De herfinanciering vergt een forse investering van de aandeelhouders en geven vooralsnog geen garantie voor het voortbestaan. Naar onze mening zijn de plannen met veel open einde en veel onduidelijkheden. 50 Plus vindt het belangrijk
dat de werkgelegenheid voor Zeeland behouden blijft. Zeeland heeft de laatste jaren al genoeg arbeidsplaatsen verloren. Ja, Ariane, wanneer wordt nu daadwerkelijk beslist of die borgstelling er komt? Nou, dat plan van Delta dat moet dus eind april, begin mei klaarstaan. De partijen willen dus wel meedoen. Hè, want je hoorde het al zeggen, we moeten die banen in de energietak, die moeten we behouden. Maar formeel moeten nog alle opties, alle toekomstmogelijkheden voor Delta nu op papier worden gezet. Verkoop van de energietak, verkoop van andere onderdelen. En dat moet eerst nog eens een keer netjes zwart op wit worden gezet. En dan pas kan men formeel tot het besluit komen om de energietak te herfinancieren met die borgstelling die nodig is. Dus dat gaat pas echt over een paar maanden spelen. Ariane, dankjewel. Bij de kerncentrale van Doel wordt eind dit jaar een grensoverschrijdende rampoefening gehouden. Bedoeling is dat verschillende Zeeuwse, Brabantse en ook Vlaamse gemeentes meedoen. Tijdens de oefening wordt gedaan alsof de koeling in de kerncentrale wegvalt. Vervolgens wordt gekeken hoe de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische hulpverleners verloopt. Op die manier moet blijken wat het verschil in aanpak is tussen de twee landen. De laatste tijd kwam de kerncentrale van Doel veel in het nieuws vanwege verschillende mankementen. De brandweerpost van Zierikzee wordt verplaatst naar de Haringvlietstraat. Dat heeft de veiligheidsregio vanmorgen besloten. De brandweerpost is nu nog in de Regenboogstraat. Met de aanpassing verdwijnt de post dus uit het oude centrum. En de kazerne komt in een van de buitenwijken. Brandweerauto's kunnen dan sneller bij de brand zijn. Het plan om de brandweerpost van Oosterland naar Nieuwekerk te halen is van tafel. De post blijft dus in Oosterland. Historicus Jan Kuipers noemt de ontstane discussie over het monument voor de verdronken dorpen Zeeland op zijn smalst. Dit monument staat symbool voor een belangrijk deel van de Zeeuwse historische identiteit. En dat moet je voor dat goedkope onderhoud niet weg willen doen. Het monument in Kolinsplaat kwam er op initiatief van de provincie. Die vroeg Noord-Beveland het onderhoud ervan over te nemen. Maar de gemeente houdt de boot af omdat het om een provinciaal monument gaat. En op dit moment zijn veel namen van de verdronken dorpen niet meer te lezen. Kuipers hoopt dat er snel een oplossing komt. Nu is het zo dat eigenlijk iedereen schuift het monument door naar een andere partij. En dat vind ik voor Zeeland gewoon een beetje zielig. Het waterschap denkt er ook nog over om het onderhoud over te nemen. Hoewel het carnaval pas vanavond echt losbarst, was het in Sint-Jansteen vanmorgen al bal, het limonadebal. In gemeenschapshuis De Waranda gingen ruim 200 basisschoolleerlingen los op de carnavalsmuziek. Nog een klein jaar en dan moet de restauratie van slot Oostende in Goes afgerond zijn. Een oud slot dat in de middeleeuwen vlakbij de Grote of Maria Magdalena kerk stond. En wat past daar nou beter bij dan een eigen bierbrouwerij? Een brouwer is al gevonden, de 26-jarige Jens van Stee uit Goes. Bier is mijn passie, mijn medium waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Bier is een product waar ik volledig voor ga. En het gaat ook al zo lang mee in de mensheid dat het ook een stukje nostalgie heeft. Ik ben een muzikant die niet kan zingen, ik kan geen muziek spelen. Ik ben een kunstenaar die niet kan tekenen. Pak een beetje 7 jaar geleden. Ik was toen met mijn vader op vakantie. In Amerika bij familieleden en toen voor de eerste keer in aanraking gekomen met eigen gebrouwen speciaal bier van een paar familieleden van mij. Ik studeerde toen nog scheikunde en ja, 1 en 1 is 2. Als je speciaal bier lekker vindt en scheikunde studeert, dan ga je het zelf maken. Ja, ik heb een tuinhuisje bij mijn ouders thuis, daar is het allemaal begonnen. Dit zijn alle benodigdheden die ik eigenlijk nodig heb om thuis bier te brouwen. Denk aan ingrediënten voor het bier, maar ook klein meterapparatuur, bierdopjes om de flesjes af te vullen, van alles eigenlijk. In een van de vaten water verwarmen tot ongeveer 63 graden. Daarbij komt de mout. De mout gaat hierin versuikeren. Als dat klaar is, wordt het gefilterd en komt het in het tweede vat.
En in het tweede vat gaan we het bier echt koken. Het bier brouwen zelf, het is een ambacht. Het brengt je toch terug naar een andere tijd, naar een andere beleving. En bier is ook een beleving. Het is niet alleen wat er uit dat flesje komt, maar ook waar je drinkt, dat heel erg bepalend is. Ja, zo'n sfeer als dat je hier in die kelders krijgt, ja, dat voegt nog een extra dimensie aan het bier toe. Dat het echt bier wordt, dat gebeurt hierin. Dus in zo'n vat komt de gist erbij. Die gist gaat in 2 weken tijd al die suiker omzetten in alcohol. En eigenlijk in feite is het dan bier. Het kan dan in flesjes. En ja, je hebt genoeg voor een feestje. Nou, hij mist nog een schuimkraag, maar dat gebeurt pas op het flesje. Ik zeg proost. Over exact een half jaar is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De kans is groot dat daar maar 1 Zeeuwse sporter aan meedoet. Waarschijnlijk komt alleen de uit Westkapelle afkomstige dressuurruiter Hans-Peter Minderhout in actie. Verder is het in Zeeland maar dun gezaaid met de potentiële Olympische atleten. Eigenlijk is er maar 1 grote kanshebber op de Spelen en dat is dressuurruiter Hans-Peter Minderhout. De Nederlandse dressuurploeg kwalificeerde zich al voor Rio, maar het is nog niet zeker of Minderhout zelf ook mee mag. Er is veel concurrentie, maar Hans-Peter Minderhout kan beschikken over zijn toppaard Glocks Johnson. Minderhout deed in 2008 ook al mee aan de Olympische Spelen. En dan is er bijvoorbeeld nog turner Anthony van Assen uit Sas van Gent. Maar voor hem is Rio nog ver weg. De Nederlandse ploeg heeft zich nog niet geplaatst en bij het WK vorig jaar werd van Assen niet eens geselecteerd. Judoka Sam van het Westende heeft ook nog een hele kleine kans om te gaan. Maar dan moet de nummer 1 van Nederland, Dex Elmond, bijvoorbeeld geblesseerd raken en moet van het Westende bij de beste 22 op de geschoonde wereldranglijst staan. En daarvoor moeten zijn prestaties de komende maanden nog een stuk verbeteren. In de studio Stefan Nijpjes. Stefan, ja, het is een beetje armoedroef hier in Zeeland. Hoe was dat vroeger? Het is eigenlijk nooit anders geweest, Alexander. Zeeland staat natuurlijk niet echt bekend als topsportregio. Ik heb het nog even nagezocht. De afgelopen 24 jaar steeds 1 of 2 Zeeuwen die aan de Olympische Spelen meededen. Ik moet wel zeggen dat 4 jaar geleden in Londen was een positieve uitzondering. Want toen deden er 3 Zeeuwen mee. Maar ja, dat is natuurlijk nog geen vetpot, hè? Nee, nee. Hoe komt dat nou? Ja, eigenlijk meerdere oorzaken. Zeeland is natuurlijk een kleine provincie. Veel ouderen, weinig jongeren. En wat ook meespeelt is dat Zeeland weinig faciliteiten voor topsporters heeft. Judoka Elisabeth Willeboortse was de laatste Zeeuwse Olympische medaillewinnares in 2008. Maar wat moet er nou gebeuren zodat er in 2020 in Tokio weer een Zeeuw op het Olympisch podium staat? Betere faciliteiten. Faciliteiten in de zin van trainingsplekken, accommodaties, betere trainers, weet ik niet, maar misschien ook meer geld. Vroeger hadden we een Olympisch plan. Dat is er niet meer in die vorm. Maar er zijn wel allerlei contacten, trainingscentra en dat soort zaken die nog steeds spelen. Daar proberen we zeker bij aan te haken. Maar ja, dat kunnen wij ook niet alleen. Daar heb je heel veel partijen bij nodig. Expertise op allerlei gebieden. Denk mentale begeleiding, fysieke begeleiding, sportmedische begeleiding, dieet. Ik denk dat je daar in ieder geval al een heel belangrijk stap kan maken. En die stappen wil het sportorgaan Sport Zeeland gaan maken. Door zich meer te richten op zogenaamde kernsporten, maar ook door intensiever samen te werken met het regionaal trainingscentrum in Eindhoven. Wij krijgen sporters in programma's, in tegenstelling tot bij de individuele trainers. Dus dat betekent dat de betere sporters bij elkaar komen. Ook bij elkaar huisvesten, bij elkaar wonen, bij elkaar leven, bij elkaar trainen. En die lijn die proberen we ook in Zeeland door te zetten. Maar wij moeten voor die brede basis zorgen, daar investeren we in. En vanuit die brede basis kunnen altijd talenten opstaan. En die kunnen via trainingsprogramma's en trainingscentra van de bonden ondersteund worden. Zeeland is een kleine provincie, dus komt het ook vaak voor dat talentvolle sporters op jonge leeftijd de provincie verlaten. Ik denk dat dat zeker niet zal afnemen. Eerder nog toenemen, omdat je toch ook moet kijken naar waar zijn de mogelijkheden voor mijn sport om me te ontwikkelen. Je opleiding moet je ergens anders zoeken, omdat de opleidingen die ze graag willen doen hier niet zijn. Behalve dan het CIOS en een paar opleidingen bij de HZ. Dan ben je eigenlijk klaar. Geneeskunde bijvoorbeeld om iets te noemen of wiskunde studeren, dat is niet mogelijk hier in Zeeland. Ja, de Olympische Spelen beginnen op 5 augustus. Wanneer weten we nou definitief of er en hoeveel er meegaan? Dat is nog eventjes koffiedik kijken. Het kan nog wel eventjes duren. Het is nu nog exact een half jaar totdat de Spelen beginnen. Maar vaak zie je ook dat heel veel sportbonden pas op het allerlaatste moment beslissen of hun sporters wel of niet naar de Olympische Spelen mogen. Okay. Dankjewel, Stefan.
Vandaag was het grijs, wel droog op zich. Mooi wandelweer dus. Het was heel zacht voor de tijd van het jaar, 10 à 11 graden. En dit was bij Westkapelle vanmiddag. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Morgen starten we grijs, maar overdag begint de zon steeds vaker door te breken. Bij matige tot krachtige zuidenwind wordt het 11 graden. Ja, en tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Zometeen het uitgebreide weer. Nu eerst terugkieken. Wat mij betreft graag tot morgen. Dan ook Zeeland de Week met een terugblik op het nieuws van afgelopen week. Nog een hele mooie avond. Dag.